koepels of niet. Daar de... Ik heb werkelijk waar geen idee. Kijk, extraction points waren Railway en Emmercon. Railway is boven, Emmercon zit onder, maar ik moet weten waar het gebouw waar ik zit. Ja, je moet er eens uit zien te komen. Volgens mij zit ik echt tussen Idea en Olly in. Ja, klopt, dat weet ik wel zeker. Daar heet Olly volgens mij, dat groene waar je nu heen loopt, waar je net ook was. Dat is Olly. Godverdomme. Pieken, pieken, pieken met Q. Ja. Dit is in China. Dat is een scav, je schiet een keer, komt hij wel op je af. Ja, dat is geen scav. Nee, dat klopt, dat ben je zaak. Ja. Het is een kutplek. Hey Pieter. Hey Pieter! Ik moet hier echt weg. Oh, Pieter is gemute, zie ik. Oh ja. Oh, rust. Ah, dan hoort je ons wel, maar kan hij lekker niks terugzeggen. Oh, nou, niet meer. Help, ah, ja. Help, help, help. Waar is er weer weg? Help, help. Je moet daar weg, man. Ja. Je moet echt eruit. Hier, daar ga je richting Olly, zo te zien. Je zou bijna overal redden zetten. Ik ga niet redden, de dikke lul. Nee. Oh, je hebt nog even, hè? Ja. 20? Hij moet wel een keer uit. Ja, ik heb nou 20 minuten inderdaad. Is dit een scav rondje? Ja. Dat is het echt overdag, hè? Ik zit hier in dat donkere hok hier. Ja, klopt. Ja, je moet de uitgang vinden. Dat is het. Ja, je moet gewoon één kant op blijven lopen, dan kom je er vanzelf een keer uit. Ja, daar, je Olly. Dus daar naar achter toe, denk ik. Dan. Dus daar is Olly. Ja, dus daar moet ik links, je moet die kant op. Ja, links dus achter. Dat denk ik ook, ja. Goddomme. Als het goed is, dan kom je dan onder Immerken of Immerken. Daaruit, het zeg maar. Is hier zo godvergeten groot, hè? Ja, het is echt geen mensen. Ja, die kant die moet echt er doorheen. Die moet daar echt uit. Oh, molen. Goddomme. Dat hele stuk mag oversteken ook nog. Ja. Of je moet er rechtdoor blijven lopen, dan kom je ook aan de achterkant uit. Of aan de voorkant zetten. God alle jezus, die koepel hier. Oh, wacht eens even. Nee, loop eens iets door. Als je, wat? Ik schrik me de tering, man. Godverdomme. Eigen roltrappen hier rechts van je, naar beneden. Daar, ja, hier om de hoek misschien. Ja, daar rechts naar beneden. Naar het raam toe. Daar, ja. Oh, daar kun je. Yes, baby. Woe. Ja, daar. Hey Pieter. Hey Pieter. Oh. Ah, dan niet jongen, als je niet met ons wil praten, dan ook maar niet. Nee, hij schrok net al een keer, hij schrok zich de tyfus van onze harde stemmen, zei hij al toen hij vorige keer joinen. Oké. Oh, dat is iets hard zo. Hij zit op zijn werk. Stel eens, stel eens. Volgens mij loopt er iemand hier beneden. Gast, ik poep hem echt fucking hard. Schijt ezel.
echt zo'n vette game, joh. Maar die uitgebreide versie, die is ook zo knijterduur, joh. Ja, ik ook. Godverdomme. Dit is die tyfus etalage pop weer. Had jij bij de aanbieder gekocht? Ja. Daar wacht ik eigenlijk ook op. Ik heb de duurste van 110 voor €89. Ja. En wat nou, als ik hem nu zeg maar upgrade, dan betaal ik nog €75 bij. Dus ik heb een beetje veel, moet ik zeggen. Dan verkoop ik af en toe wel wat, of ik investeer wel wat in die hideout of zo. Dus dan kom ik eigenlijk ook nooit in die hideout. Ik ook niet. Ik zal ook eens wat meer video's ervan gaan kijken van Tarkov. Op een gegeven moment, als je aan de gang hebt, kun je zelf ook je mats maken en dat soort dingen, hè? En je hield sneller, je raakt minder snel gewond en dat soort dingen. Maar om die mats te maken heb je ook weer spul nodig. Ja, ja. Zal ik hem gaan looten of niet? Heb je nog plek? Kijk eerst even of je nog plek hebt om te looten. Ja. Een paar plekjes. Misschien dat je die pouch, dat hij nog een pouch bij zich heeft, zeg maar. Ja, ik zal het even doen. Ja. Wat een mooie rustig, wel een mooi wapen. Ja, ik zal er even heen lopen en dan moet je wel naar buiten. Ja, dan ga ik hier via de roltrap naar buiten, denk ik. Ja. Ja, dan loop je eigenlijk linksaf, denk ik. Dan nice headshot, man. Maar zie dat, Kevin? Scope is alles, joh. Zo'n headshot of zo'n holo of zo, dat is onmisbaar. En daar ligt hij in de shop, hier links. Ah. Dat is wel mooi dat je zo mee kunt kijken, hè? Ik hoop niet dat de alarm afgaat met mijn wapen. Ja, zijn gebeuren. Ik was net even in Haarlem. Want op een gegeven moment mijn telefoon, joh, het leek wel oorlog. Ik snap dat helemaal een zuur. Oh, de nieuwe ringtoon. Oh, nee. Van die frog. Die schrik me daar helemaal. Dat is gedonder. Kijk, ik zag staan inderdaad dat er een nieuwe ringtoon was, ja. Nee, ik kan die meenemen. Maar. Ja. Misschien even searchen, ja, die handel. Ik wil alles meenemen. Ja, die ringt. Oh, Doctex, of niet? Hey, Doctex? Nee. Oh nee. Okay. Ja, ik zou zo langzamerhand niet moeten gewoon hebben. Maar zo moet je het spel wel spelen, dit, hè? Op deze manier, Kevin. Hè? Dan haal ik het meeste eruit, hoor, echt. Ja. Het dwaas rondlopen, redden, dat heeft het totaal. Zelf zo stil mogelijk zijn en gewoon de omgeving in je opnemen en luisteren waar je hoort. Ja, luisteren, zien. Iemand zei je moet leren pixels te onderscheiden. Iemand zag 2 of 3 pixels onder een vrachtwagen door. Daar waren gewoon de voeten van zo'n figuur. Hij ramde hem zo met de voeten, bam. Oh ja, dat soort geintjes, ja. Ja, daar moet je op letten. Je moet echt op pixelverandering letten. Je moet niet op poppetjes gaan zoeken. Maar je moet echt merken van, trillingen in de pixels, zeg maar. Ja, ik hoop dat ik het een beetje goed uitleg. Dat je snapt wat bedoel. Ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Eigenlijk van plan om vanavond even Citizen in te gaan, maar die was niet live. Lijkt er ook nog wel wat meer aan de hand te zijn daar. Maar die dat vieze camper bij die eindstations, hè, waar je eruit moet, hè. Dat is wel shit. Ja, daar moeten ze echt iets aan doen. Ja, dat je daar gewoon niet kan zitten, dat je dan gewoon doodgaat ofzo. Zou verder links daar eruit gaan, ja, denk ik, hoor. Dan loop je weer meer beschut dan buiten, denk ik. Waarschijnlijk als je dat door die parkeergarage daar helemaal daar naar dat raam erin zo loopt, daar ja, dan kom je al bijna daaruit als het goed is. Die stoel voor jou die wil gesmeren. Oh. Zo vreselijk. Oh. Ja. Oh, had ik vanmiddag ook. Dus daar hoor ik in één keer gepiept. Nou, ik denk dat het aan alle gaten erin echt gewoon komt dat lang. Ziet hij toch weer poppen op die stoel. Ik heb alle stoelen wel een beetje. Ja, dat is een stoel van mijn werk geweest. Die kraakt inderdaad, ja. Ik dacht deze ben ik. Ja, mijn stoel kraakt in ieder geval. Oh, is mijn stoel kraakt niet? Nee, daarom. Het is Kevin die kraakt, maar niet de stoel van me. Nee, precies. De hersens kraken bij Kevin. Ja, dat niet. Dat die. Hoes! Hoes! Wat, Pipto?
Wat een blad, wat een jibber! Ga liggen, ga liggen, ga liggen. Dat is een Z of X. Eentje neer, maar er was daarna nog een schot. Mhm, dit is nog eentje. Ja. Oh, oh. Kun je die scope niet uitzoomen? Zoomen zit. Met deeltje, kun je niet uitzoomen? Even wachten man, ik zit echt met pijn nu. Kaas alsjeblieft. Wat is dit? CPU. CPU, meeneem. Ja, die heb ik in... Ik heb alleen geen health volgens mij. Ja, bandage. Linksboven. Use. En die splint kunnen gebruiken als je gebroken hebt. Ik heb niks gebroken. Nee, niks gebroken. Dit is een gave game, Marcel. Dit is zo gaaf. Ja, ik heb het wel eens bij jullie gezien inderdaad. Bij jou, als je speelde. Nou, we speelden het nooit goed. Ja, hopen dat hun nog een slingshot of zo of een slingback hebben, dan kun je nog wat meenemen. Bij handen waar. Huh? Wat is dat als er nog meer erbij zijn? Кепка, кепка! Вали кепку! Bedoel ik. Goed. Vergeet maar dekking een poosje, man. Dan loop je als een... Ik heb bijna geen kogels meer trouwens. Ja, probeer maar die ene te looten en wegwezen, man. Die deze keer looten. Je hebt pas een goed stoel bij, man. Lekker, man. Dit is wel echt tegen. Okay, heeft hij een backpack? Nee. Hij heeft niks. Nee. Als je bijna geen kogels hebt, moet je dan wel gaan opletten, hoor. Of je moet een wapen kunnen pakken van een ander met kogels. Wat heeft hij? Wapen? Ook niks. Ook niks. Ja, die, ja, die pouch. Die kun je meenemen. Item is incompatible. Oh, doe search, doe search. Je hebt wel die sprots, die kun je nog innemen. Die, die sprots kun je eten. Mm-hmm. Ik had er hier toch nog één doodgeschoten? Ja, oeh. Lastig, wat was dat? Even wachten, ik moet even op de tijd letten, 10 minuten. Ja. Ja, ik zou nou echt wel gaan hoor, je hebt een goed spul bij je, want dat wapen is alleen al giga waard met een miniscope. En je hebt die CPU bij je. Ja, ik zal hem even eruit sprinten als ik jou was. Dat moet je wel weten. Je hebt de tijd nog wel even, maar... Even kijken, ik heb ook nog deze. Hoeveel kon ik alweer zien hoeveel kogels ik had? Magazijn check. Weet niet meer. Ja, weet ik niet meer. F-G-G-I-L. Wat schuld, ik weet het. Ik ga de hele toetsenbord langs. Kut. Ik ben niet van buiten. Ja, volgens mij is nu oversteken naar links lopen, of niet? Mhm, volgens mij ook. Ik vertrouw het alleen niet. Nee. Want het lijkt meer rechts te zitten, nog niet in die schoot. Mm-hmm. Ik moet redden naar de overkant nu. Tegen die wand aan gaan lopen. Hmm. Ik weet niet iets te horen. Nee, je loopt de goede kant op in ieder geval. En straks kom je op een groter kruispunt, dan moet je een groter stuk oversteken. Mm-hmm. Of oversteken. Het mooiste is als je hier kan oversteken, maar... Zo,
tricky. Te tricky. Ja. Ik wou zeggen, hou die garage ook in de gaten, die ingang hier. Zeven minuten. Ja, wat is er? Ietsjes vlotte loop liggen. Nou, ja, nu nog 7 minuten. Je bent nog niet aan het eind van het gebouw, hè? Nee, oh, je moet nog een stuk. Hier ben je bijna bij het eind. Oh, dit is eigenlijk nog wel een betere plek om over te steken. Ja, ja, nou is het gewoon keihard die kant op, ja. Dat deed ik de laatste keer ook. Ja, nee, niet, niet keihard natuurlijk, maar die kant moet je over. 6 minuten. Eigenlijk kun je beter hier de andere kant oversteken. Via die kant moet je eigenlijk komen, zo. Ja, aan de overkant. Ik wel, ik heb daar gelopen. Er is zo'n loopgroeve. Heb je hier ook, hè? Een beetje, hè? Oh, tegen de muur aan, loop ik wel in de kuil. Nee, dan loop je te hoog. Oké. Okay. Waar is die blauwe rook? Kijk ook eens even achter jou, als je wil. Dus... Dit is de tactiek, Kevin, dat hebben we al lang door. Het moet heel tactisch gespeeld worden, dit spelletje. Mm. Ongelooflijk dit. Echt ongelooflijk. Intens, hè? Oh, ik heb zweethanden, ja, jongen. Ja, niet normaal, ik vind dat ook, jongen. Het was net een stuk zeepan. Flop, flop, zo tussen de handen weg. Godverdomme. 5 minuten nog, tijd zat. Nog een klein stukje. Ik zal wel even checken hier als ik was. Het mooiste is dat je onder die auto's door kan kijken, ja. We zullen iets verder moeten. Boos, wat lag daar? Wat kijk voor die bus? Ja, check nog eens. Nee. Hij gaat er gewoon wel. Springen, liggen. Hoes. Oh, dat is ook goed. 3, 2, 1. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Ik ben benieuwd wat die CPU-waarde is. Oh mijn god. Lekker Kevin, high five. Dat was goed. Zit je nou met een natte scheur, Kevin? Ja, nou, niet alleen maar natte scheur, nee. Godverdomme, man. Zit hier. Hij is met zijn voeten in de leven. 25, kijk hier. Oh. Ja, oh. 4 killetjes. 3 headshots. Kijk, uitpakken die handel. Ja, dat moet je ook nog helemaal leeg halen. Ja, dan moet ik even uit elkaar trekken helemaal. Die CPU, daar ben ik ook zo benieuwd naar. Ja, die eruit. Ja, dat is alles, hè.